Ik ben Jonna Wolf. Ik ben 35 jaar en woon in het Thomashuis in het Harde. Ik hoorde het zondagavond, de 15 maart. De 13 maart had nog lekker gewerkt en we dachten al van, ja, we zien wel. En toen zondagavond kreeg ik te horen dat ik de volgende dag niet meer ga werken. Ik dacht, nee, ik wil namelijk werken. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. En toch, ieder mens maakt weer wat anders mee. Iedereen voelt weer wat anders. En ja, iedereen gaat er weer wat mee, anders mee om. Ja, hoe lang heeft het geduurd? De eerste 2 weken gewoon lekker rustig aan gedaan. En toen op een gegeven moment zei mijn woonmoeder, we gaan in het Thomashuis gaan we allemaal werkjes doen. Hier is dan de dagbesteding. Ik heb mijn ouders 7 maanden nog gezien. Toen was mijn moeder jarig. En vanaf toen niet meer tot halverwege mei. Toen ik hoorde dat ik weer naar mijn ouders mocht, had ik echt het gevoel van dat ik echt gewoon zat te huilen. Gewoon ook van blijdschap. Van yes, ik mag mijn ouders weer zien. Na al die weken dat ik ze niet gezien heb. Maar ik vond het wel heel apart om via de WhatsApp en dat soort dingen hun wel te kunnen zien. Ja, nu, het gaat nu super. Ik voel me goed en ik heb mijn werk niet officieel. Maar wel gewoon werk dat ik gewoon wel leuk vind en leuke mensen om me heen. En ja, gewoon boodschap mag ik nog niet zelf doen. Dat is het enige, dat vind ik wel jammer. Maar voor de rest, ja, ik kan mijn ouders gewoon zien en gewoon mijn familie. En ja, het gaat gewoon goed.